Ter gelegenheid van de Ruiterherdenking werd in Vlissingen een historisch spel opgevoerd, waarin de kruiser de zeven provinciën de rol van het gelijknamige 17e eeuwse admiraalschip vervulde. Van de kruiser namelijk gingen Michiel Adriaanszoon de Ruiter en zijn onderbevelhebbers Van Nes, De Liefde, Bankert, Evertsen de Jonge, Meppel, Schram en Koenders in sloepen naar de wal. De statiesloep van luitenant-admiraal de Ruiter was getooid met de statenvlag. Het schouwspel was een reconstructie van de enthousiaste begroeting die de Ruiter ten deel viel toen hij in 1666, na de vierdaagse zeeslag tegen de Engelsen, als overwinnaar in de haven van Vlissingen aankwam. De grote vlootvoogd werd toen onder meer verwelkomd door raadspensionaris Johan de Witt en luitenant-admiraal Jan Evertsen de Oude. Bij de landingsplaats aan het roeiershoofd stond een erewacht opgesteld van pikeniers en mariniers. De grootscheepse hulde die Vlissingen destijds aan de Ruiter en de zijnen bracht, typeerde de gemoedsgesteldheid van het volk van de Republiek, dat zijn zelfvertrouwen terugkreeg door de overwinning. De Ruitersvloot had de smadelijke nederlaag van de Eerste Engelse Zeeoorlog gewroken. Het was ook een overwinning voor Johan de Witt, die onze vloot krachtig had doen versterken en die de Ruiter tot opperbevelhebber had laten benoemen. Na de begroeting inspecteerde de admiraal de erewacht. Uit al het eerbetoon dat aan Michiel de Ruiter bewezen werd in zijn vaderstad Vlissingen kon worden opgemaakt dat hij na de vierdaagse zeeslag niet alleen door de zeven, maar door heel ons land beschouwd werd als de grootste zeeheld. In een prachtige historische stoet trok het gezelschap de stad in. Op deze tocht zag de admiraal nog een oude kennis uit de 20e eeuw. Dankzij het enthousiasme van de Vlissingers werd dit historische spel een geslaagd onderdeel van de Ruiterherdenking.